Hallo en welkom bij mijn podcast. Deze podcast is speciaal voor jou als resultaatgerichte. Ik moet altijd een doel hebben en ook behalen. En heerlijk vanuit mijn hoofd rationaliserende ondernemer. Want deze podcast gaat over stilstand is vooruitgang. En alleen dat is al een mindfuck. In vergelijking met wat we altijd geleerd hebben. Want wij zeggen altijd: stilstand is achteruitgang. En in deze podcast wil ik je juist ook de andere kant daarvan laten zien. Omdat vooruitgang en altijd maar blijven doorpushen, werkt op een gegeven moment niet meer. Ik was voorheen ook echt, en voorheen bedoel ik, uh, voordat ik een burn-out kreeg en daarna. Liep ik nog een paar keer tegen die grens aan, maar ik was altijd heel erg vanuit het hoofd. Pushen, pushen, pushen. Vanuit wilskracht. Een doel visualiseren, een planning ernaar maken en gaan. En gewoon blijven doorrammen tegen beter weten in. Ik had in mijn toptijd echt nou, werkweken van 60, 70 uur, 80 uur soms wel eens. En ik was alleen maar aan het knallen. En het werkte voor geen meter meer. Want ik. Ondanks dat ik hele lange werkdagen had, doordat ik dus continu spanning op mijzelf en op mijn mentale zijn en op mijn emotionele zijn en, en op mijn fysieke zijn had, ging ik daardoor steeds langzamer produceren. Dus dan had ik een werkdag van misschien wel 10 uur, misschien wel 12 uur, misschien wel 13 uur, soms wel 14 uur gehaald. Maar eigenlijk presteerde ik maar effectief gezien. Misschien voor zes uur. En de rest was gewoon veel langzamer, omdat mijn denkprocessen langzamer gingen. Ik had veel meer een tunnelvisie, doordat ik dus zo erg leefde op stresshormonen en op gewoon focus zijn op getting the job done. Waardoor ik ook veel langzamere processen kreeg en tegen onzichtbare muren aanliep die wel weer duidelijk waren als ik weer rust nam... en op daarna ook weer goed weer kon overzien. Dus altijd maar blijven doorgaan heeft geen enkele zin. Sterker nog, je saboteert jezelf, je saboteert het kwaliteit van je werk... dus je saboteert ook het resultaat voor je klant. En toen ik dat de hard way realiseerde... ben ik mezelf echt gaan verdiepen van... oké, okay, wat is het nut van rust nemen? Wat is het nut... Van mijn eigen ritme volgen. Wat is het nut van meegaan met de seizoenen? Wat is het nut van lummelen? Van helemaal niks doen. En ik kwam erachter dat juist in die stilstand en in die ruststand er ontzettend veel gebeurt. Dat is het verwerken van heel veel processen die. Uh, normaal, dus de ruimte niet hebben. Ik, ik vergelijk het een beetje met slapen en met dromen. Als je slaapt, dan verwerkt je lichaam de dag. Daardoor kun je soms wel eens dromen. Maar het is ook het moment waarin je lichaam rust krijgt en waarin je lichaam kan gaan herstellen. En waarin bepaalde gebeurtenissen van de dag verwerkt worden. Waarin bepaalde emoties verwerkt worden. Waarin er uh, allerlei soorten neurologische paden in je brein weer worden aangemaakt. En juist door voldoende rust s'nachts ook te pakken, voel je je de volgende dag beter en voel je je weerbaarder en voel je je sterker um, als je bijvoorbeeld de dag daarvoor een hele zware dag gehad had. Dus rust is. Niet alleen voor ons lichaam enorm belangrijk, maar ook voor alle processen die zich onder water, zoals ik het noem, afspeel. En daar meer in te durven duiken, zorgde voor mij er ook voor dat ik erachter kwam dat ik juist door rust te pakken daarna veel productiever kan. Dus ik ben heel erg gaan kijken naar wat is het ritme van mijn lichaam. En de ene dag is het ook anders ook dan de andere dag en dat is helemaal oké. Okay. Ik kwam er dus achter dat door stilstand ik mezelf de ruimte gaf... om aan mijn interne processen te werken. Om dingen te verwerken. Om daardoor ook weer ruimte te creëren voor supergoeie nieuwe ideeën. Voor een nieuwe business die ik op wil zetten. Voor um, juist hele andere dingen in mijn leven die ik graag anders aan wil pakken. En... Je bekennen het allemaal dat als we bijvoorbeeld onder de douche staan, hè, dat we dan, of op de wc zitten of wat dan um, dat je dan juist de beste ingevingen krijgt. Dat je, ik heb het ook wel vaak, dat is lekker mijn haren lekker zo te wassen. En dan ben ik een beetje aan het lummelen zo. En dan, en dan denk ik: ja! Ah, weet je, dat is het. En dan wil ik eigenlijk al gewoon mijn telefoon grijpen om het in een voice memo in te spreken. Soms maak ik mezelf er ook wel eens schuldig aan. Maar waarom is dat nou? Waarom is dat nou dat als we dus onder de douche staan, dat we dan in één keer dat geweldige inzicht krijgen waar we misschien al maanden naar op zoek zijn? En dat komt omdat je dus je brein tot rust laat komen. Je. Zorg dat alle prikkels, hè, alle prikkels die continu aan zijn, als die weg zijn, dan kan ons brein teruggaan naar een default status, zoals dat noemt. En dat is onze basis. En vanuit die basis is niet heel veel nodig om die verbindingen te maken met goede ideeën en met, en met fantastische ingevingen en met geweldige oplossingen. Maar juist omdat we ons brein continu aan het overprikkelen zijn, aan het overladen zijn en eigenlijk aan het, aan het bedekken zijn onder een berg van allerlei irrelevante zaken, kan die ook niet naar die basisstand komen. Dus lummelen is super goed voor je. Juist ook de grote der aarde, zoals uh, Albert Einstein of Carl Jung of Leonardo da Vinci... die konden heerlijk lummelen. Die gingen ook zelfs dutjes doen. Ook zoiets goed waarin je inderdaad niet alleen je brein tot rust brengt... maar ook je lichaam en alle interne processen. Rust is dus gewoon net zo productief als keihard werken. En sinds ik dat ben gaan implementeren in mijn leven en in mijn dag... Ben ik A zelf een stuk relaxter? Is de kwaliteit van mijn werk beter? Verzet ik veel meer? Hoe klinkt echt gek, maar ik heb dus maar een paar uur nodig op zo'n dag om super productief te zijn. En geniet ik ook veel meer? Ik heb veel meer tijd om te genieten van alles wat ik aan het doen ben. En de mensen die ik ontmoet en het werk dat ik creëer en de reactie die daarop komt. En tot slot heb ik meer tijd om te spelen, om lekker te laveren in die rustmomenten en in de momenten dat het allemaal mag ontstaan. Juist vanuit die basis in mijzelf, vanuit die innerlijke bron waar ik veel wijsheid uithaal, waar ik heel veel inspiratie uithaal. Daar heb ik dan tijd voor, puur omdat ik die ruimte geef. Dus mocht je keihard nu bezig zijn, mocht je agenda overvol zitten. Mocht je denken van ik ben altijd druk, 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 dan is het juist een oproep aan jou om meer te gaan lummelen. En wat bij mij hielp, hè, want je moet altijd ergens beginnen. Wat bij mij hielp was dat ik. Ik begon met een dagdeel per week, dat ik een dagdeel per week inplande en dat was echt verplicht lummelen. Dat was. Iets voor mezelf doen. Dat ging ik een massage doen. Of ik ging gewoon lekker Netflix. Of ik ging een dutje doen. Maakt niet uit. Iets waar je zin in hebt buiten wandelen. Is ook zo'n heerlijke lummelactiviteit. Ook al is het slecht weer. Dus begin met het inplannen van lummeltijd. En... Durf dat ook uit te bouwen. Het is helemaal niet erg om iedere dag een lummelmomentje te hebben. Of om als je merkt van dat je bijvoorbeeld ergens na de lunch dat je moe bent. Ga dan gewoon even een half uurtje liggen. Ga een uurtje liggen. Ga slapen. Ga juist iets doen waarin je dus niet die prikkels hebt. Niet... Op je telefoon scrollen of uh, dat soort zaken. Maar gewoon echt even offline tijd. Zo prikkelvrij mogelijk. Waardoor je brein dus weer de tijd krijgt om weer in zijn basis te komen. Waardoor je tijd krijgt om dingen lekker van je af te laten glijden. En zo weer ruimte creëert voor iets nieuws. Ik hoop dat je dit een effectieve. En toch uh, inspirerende podcast vond ik. Hoop echt dat jij gaat lummelen. Laat me ook weten hoe jij het liefst lummelt. Dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk om te weten. Uh, hoe lummel jij graag? Wat, wat helpt jou in jouw lummeltijd? En hoe kijk jij eigenlijk aan naar lummelen in je business? Ik wens je voor nu een hele fijne dag en tot de volgende.